Ja, nou, moet kunnen, hè. Ik blijf dat mooi vinden. Het zijn zulke prachtige beesten. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer. Wat vandaag is vandaag? Jeetje, wat ben ik. Maandag 4 oktober. Het is dierendag. En we leven om 14:24. Dus wees lief voor je dier als je een dier hebt. En geef ze wat extra's. Wij gaan in ieder geval genieten. Ook moet ik naar de action. En ja, we gaan gewoon lekker er tegenaan vandaag verder. En geniet dus met ons mee. En natuurlijk welkom bij Corina en de Beestenbol. Want daar zijn jullie gewoon weer op aanbeland. Ja, dus nogmaals, heel veel kijkplezier. Zowel met hetgeen wat jullie allemaal doen, ook plezier mee. Maar ook zeker samen met ons mee. Zoals jullie zien, recht er alweer zand in. Daar zijn ze nu ook dan druk mee bezig. Ja, ja. Dus nou is deze kant goed bezig. En aan de overkant zijn ze al aan het praten. Dus ook een dat schiet op. De meisjes, ja, die wil ik verder even mee lopen, want we zijn nog maar net op weg. Dus we gaan die kant op, moet ik over de stoep. En dan komt het allemaal weer goed. Daar is de familie Zwaan weer, enkel ja, de kuikens die zijn natuurlijk al uitgevlogen. Heb ik het vermoeden van. En ik weet ook niet hoeveel nesten ze per jaar maken. Dat weet ik ook niet. Maar moet je toch eens zien hoe mooi, hè? Mooi, hè? Ik blijf dat mooi vinden. Het zijn zulke prachtige beesten. Echt. Maar we gaan verder naar de action. En zoals ik al zei vandaag, het is dierendag. Maar ja, de beestjes, die hebben ook iets wat niet zo vriendelijk is. Nee. Dat heb ik even gehaald. En ik zou het bij de action halen. Maar ja, helaas hadden die het niet meer. En je moet hem toch hebben. Dus ja. Nog één. En dat is twee. Maar dan krijgen ze ook nog wat lekkers mee. Althans, ik kreeg wat lekkers mee voor hun. Voor de hondjes. Dus die leggen we even zo. Dat is ook voor de hondjes. En dit is voor Kandalfi. En we hebben nog wat. Ook voor Kandalfi. En dit is voor de hondjes. Dus ja. En heb ik nog een leeg doosje. Dat was ooit van de Action. Maar die heb dus niet meer. En heb ik nog even een nieuwe stekkerdoosje gehaald. Die heb ik nodig. Dus ja, dat dus. Maar ja, het is wel weer een rip uit je lijf. Voordat, dit kreeg ik gratis, dat eten. Maar die druppeltjes, nou, dacht ik, meen het voor 35 euro. Dus ja, een rip uit je leven dus. Maar dat heb ik graag voor deze dames over, hè. Joh! We gaan ze straks druppelen. En ik begin bij diegene die daar zit te zeuren. Hé, ja, nou man, ja, ik druppeltjes. Of zal ik jou eerst naar buiten laten en dan vanavond doen? Ja, want jij komt buiten, hè? Nee, jij wilt graag naar buiten, schat. Ja, we gaan jou naar buiten doen, kerel. Hé? Ja. Kom je weer alweer voor donker thuis? Hé? Ja, kerel. Ja, miauw, miauw.
Miauw, miauw. Ja, miauw. Wat doe dan? Doei. Hopie, hopie. Ach ja, moet kunnen. Toch, hè, Elwin? Ja, hè? Ja, nou? Moet kunnen, hè? Met je mooie koppie. Met je mooie koppie. Ja. Ja. En ook Rijk heeft een mooie koppie. Ja. Jullie allebei. Zulke mooie hondjes. Hé? En dan komt ze al, hè? Rijk ook een mooie koppie, hè? Rijk ook een mooie koppie. Toch? Nee, er zit niks meer in. Wou jij er soms in? Kan hoor. Dus ja, ik zal de dames dan aanpakken, want die maakt haar hele ruggetje kaal en dat is niet de bedoeling. Nee, dat moet maar niet. Dus ja, dat gaan we even verhelpen, en, want ze klauwt er nou weer. Kijk, we klauwen allemaal wel eens, maar dat hoeft niet een teken te wezen dat ze een vlooi of wat dan ook hebben. Maar in dit geval hebben ze dat wel. Maar ja, Rijka, die mag ook graag buiten in het zand leggen. En je hebt ook nog eens een keer zandvlooien. Ja, en die komen ook bij haar en dat draagt ze dan weer over op Elwing. En ja, zo gaat het rondje door. Kan je niks aan doen. Maar oké, lieve vrienden, ik ga het eventjes voor ze doen, want dan gaat de jeuk ook snel over, mag ik hopen. Lieve vrienden, ik sta hier weer op de Weststraat, dat is Cape Holland. Maar hier zijn de lantaarnpaals helemaal uit. Daar, dat is op de gracht, aan de overkant van de gracht zijn de lantaarnpaals aan, maar aan deze kant van de gracht zijn ze uit. Ik sta hier op het hoekje van Dijk, zegt. Nou, alles is uit, maar op de grote weg is het weer aan. Dus ik weet niet wat het is. Bezuiniging? Ik weet het niet, maar dan moeten ze vooral deze weg aanlaten. Want het is anders levensgevaarlijk. Ik schrik er gewoon van. Als ze dan de binnenstraatjes uitgooien op een enkeling na op de hoeken na en dan de rest uit. Maar ik vind dit bizar. Ja, echt bizar. En het lijkt me stug dat het allemaal kapot is. Toch? Gisteren deed het dat allemaal nog. En nou uit. Ik vind het bizar. Maar in ieder geval, lieve vrienden, jullie zien ze niet. Maar mijn hondjes, de dames, staan vlak voor mijn neus. Ja, dat, ik ga weer verder lopen. En dan zeg ik wel trusten met mooie dromen. En gezond uit jullie bed zien te komen. Zeggen tot aan de andere kant van de nacht.